Yo, what up? Het is je boy Demo en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. In deze ronde gaat het over de kwartfinale battles. We komen steeds dichter bij de uiteindelijke winnaar van dit seizoen. Ik heb zoals altijd mijn juryleden bij me. Gastjurylid LB, naast hem zit Adi Montenegro. En aan mijn andere kant hebben we natuurlijk Kimo en hoofdjurylid Excellent. De battle waar we het vandaag over gaan hebben is de battle van Dani tegen Taser. En ik begin bij Adi. Wat vond jij van The Return of Dani? Mag ik eerst, ik wil eigenlijk beginnen met Taser. Dat mag ook. Taser had een paar goede uitschieters, een paar lines qua bars. Grootste verliezer, ik weet niet wat dat is, maar iedereen ging kapot. Dat is een tv-programma. Voor mensen die al jaren geen tv meer, dat weet ik niet. Moeten vallen. Jammer van de choke. Je kan geen lines droppen over choken. Wanneer je en de voor- en de na-choke. Dat vond ik echt jammer. Jee, toch? Ik zie niet heel veel groei in Taser. Eigenlijk een beetje hetzelfde als ik wat bij Frans. Ik had meer groei willen zien, denk ik. Je hebt wel piekmomenten gemist, hoor. Je hebt toevallig Taser even op het moment dat hij even weer in zijn chokes valt. Maar dit seizoen heeft Taser performance neergezet. Clean, chokevrij. Fire. Dat kan. Maar wat je nu toevallig ziet. Puur op deze battle denk ik van. Ja, ik had iets meer verwacht van hoop. Het zegt veel als het beste. Maar de vraag is ook, mag deze na zoveel tijd nog steeds? Hij heeft x aantal keren wel laten zien dat hij het kan zonder die chokes. Maar hoe vaak mag je ertussen nog blijven choken? Ja, dat is weer een ander verhaal, man. Dat is een ander verhaal. Kijk, het zegt op zich best wel veel als je beste stuk uit je battle is wanneer iemand anders komt en voor jou gaat spitten. Snap je wat ik bedoel? Op een gegeven moment kwam Vitaal die komt. Dat vond ik het gruwelijkste stukje van zijn. Hij kreeg de meeste crowd. Snap je wat ik bedoel? Dat zegt veel. Taser, alsjeblieft. Ik wil daar wel nog iets aan toevoegen, hoor. Want kijk, als ik echt puur naar bars kijk, weet je, Taser heeft pen game, dat heeft hij altijd al laten zien. Mm-hmm. En dit was ook een moment waarin bij Dani ook zijn homie erin springt. En dat maakt al een soort van hype. En daarna werd het opeens, dat heb ik ook opgeschreven, een two-on-two madness. Ja. Dus dat zorgt ook, dat was heerlijk, maar dat zorgt ook voor die crowdreactie. Het is niet zo dat Vitaal kwam nice, hij barrelde wat dingen, hij freestylde dat ook geloof ik. Ja. Maar het is niet zo dat zijn bars per definitie een beetje dopen waren of daar niet van deze. Ja. En dat lijkt je te insinueren nu, weet je. Dus vandaar... Dat mag ik ook vinden. Ik vind dat ik zojuist iets heb gezien van Dani, wat ik eigenlijk hoopte te zien bij elke Punch-Out MC toen ik weg ben gegaan, dat ze die groei hebben gemaakt. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dani heeft iets neergezet, Dani heeft niet een battle neergezet, hij heeft een show neergezet, man. Zijn performance, zwaar on point. Stem, zwaar on point. Hey, zijn bar, zwaar man, alles G. Dus, eens hoor, mee. Jee, toch? Ja. Dani is de next best. Dani is de next best. Als hij zo door blijft gaan, ik heb nu ook, check ook deze man zijn tracks. Want ik heb laatst toevallig een track gehoord van deze man. Ik wist niet dat ik nog naar Dani keek. Deze man is super sane geworden. Hij is erg geworden en hij is creatief, man. Hij is creatief met zijn bars. Het zijn niet zomaar bars zoals de meeste spitten van ta. Hij had een bar waarin hij spitte van wat hij niet spitte in een battle. Ik ga vanuit dat hij dus chokte. Dat zei hij van deze lijn dat. En die hebben jullie niet gehoord. Want hij is niet vergeten. Want hij is, ik weet niet wat hij heeft toegedaan. Het was een hele scheme die van en ik quote. Weet je wat die scheme voor hem? Hij herhaalde steeds lines van Taser en dan ging hij daarop in. En die eindigde hij met dat en dat was fucking dope. Dat was fucking dope. Ik zeg je eerlijk, dat soort lines, dat vind ik zo... Want ik heb die battle niet gezien waar hij het over hebt. Waarschijnlijk niemand. Maar ik ga ervan uit dat hij insinueerde dat Dani, of dat Taser dus aan het choken was. Ja. Dus dat hij die eruit... Dat niemand. Bro, weet je hoe vet die manier is om dat te zeggen? Dat je zegt van, ja, en deze line, oh die hebben jullie niet... Dat is een hele ander niveau qua bars. Ja. Ik vind dat. Dani die heeft mij zwaar verrast vandaag. Want Dani ook bijvoorbeeld, hij zegt. Hij zei zelf in deze battle, zei hij ook van. Hij gooide een soort van undercover shot naar alle top 16 MC's die nu bezig zijn met de finales. En die zei: jullie hebben geluk dat ik te laat was voor de top 16, anders had ik jullie allemaal gemurkt. Denken jullie dat hij, zeg maar, als hij eerder binnen was gesprongen met dit niveau, dat hij misschien. Nu in de top 16 dat hij wel gehaald was. Hij is zeker top 16 waardig, maar hou natuurlijk. Ja, nu is het nog de top 8. Maar hij was het dan top 16 dat hij gehaald was. Bij die top 8
vind ik al dat hij zeg maar zeker de bijna. Ook dat had gekund. Want zeg dat iedereen zou murken, daar lopen een paar vervelende mannen tussen. Ja, dat is zijn woord, hè? Dat is, tuurlijk. Okay. I like the confidence, bro. Ja, maar hij is dus eigenlijk een van de meerdere MC's hebben dat gedaan die een tijdje weg zijn gegaan bij POB en dan weer terug zijn gekomen. Mm. En jullie hebben wel het gevoel dat hij wel zeg maar in zijn afwezigheid dan door is blijven. Dan liet al die groei zien in die 2 tegen 2 seizoen in 2 tegen 2 toernooi seizoen 1, mm-hmm. liet Dani alle groei zien. Vandaar zag je alle groei. Want Dani begon natuurlijk met een bodybag. Hij entered de punch-out in een zak van LD. Ja. We komen zo op jou hoor. Hij stapte Punch-Out in, echt in een bodybag. Gewoon een van de eerste bodybags van Punch-Out ever was LD tegen Dani. Dat was echt de eerste battle waarvan je dacht van oké, dit is een bag. Dit is een bag man. Ja. We hebben het veel over groei en dit is tekenend. Want hij is 70 kilo afgevallen. Dat is vaker teruggekomen vandaag. Maar het zegt wel wat, want hij heeft zoveel dedication. Ja. En volgens mij stopt hij zoveel moeite en tijd in de voorbereiding. Ja. Dat zie je ook aan zijn delivery vandaag, de energie die hij brengt. Dat gewoon zijn hele state of mind is zo goed. Want ik denk dat het ook te maken heeft als je 70 kilo afvalt. Maar je ziet ook, hij is zo lijp voorbereid. Daardoor is het zo goed gegaan. Hij was helemaal goed voorbereid. Gewoon, als je de battle bekijkt ook. Voor die hele two-on-two gedoe, voordat hij zijn Mattie erbij halen en Taser Vitaal erbij haalt, had Dani echt Taser in zijn pocket. Mm-hmm. Dat was toen wel gewoon Dani wat de klok sloeg. En dat kwam ook omdat Taser natuurlijk die choke had, maar ook, laten we het niet te veel wijden aan die choke, maar echt ook door Dani zijn eigen. Stel je voor die two-on-two shit was niet gebeurd, dan was het echt wel een... niet een bodybag, maar wel heel duidelijk voor... Maar vind je het nu door die two-on-two dan minder duidelijk? Ja, het gooide geen route in, maar het maakte een soort van... Het flipte even de script. Het maakte het wat minder ongelijk. Het was eerst daarvoor... Maar bro, we zijn hier niet om Vitaal te... Daarom. Snap je? Ja. Dus als we puur op deze kijken... Ja. Nog steeds? Als we puur op deze Dani kijken, dan heeft Dani echt zwaar gewonnen voor mij. Maar deze heeft wel. Hij deed zijn ding, zeg maar. Hij deed zijn ding zoals Taser. Maar ik vind Taser heel dope. En ik hoop altijd dat hij. Hij kan meer uit zichzelf. Als Taser doet wat Dani doet, lijpe voorbereiding. Want het is. Een choke is gewoon een voorbeeld van gebrek aan voorbereiding. Dat is het gewoon. Of zenuwen. Of je kan de druk niet aan. Maar als hij dat niet heeft, dan zou hij wel kunnen doen wat Dani zou kunnen op zijn manier. Want hij is niet Dani. Weet je waar ik heel benieuwd naar ben? Als jij zeg maar, want ja, je bent degene die Dani heeft ingewijd in verliezen in battle, zeg maar. Yes. Als jij de Dani van nu tegenover je zou hebben gekregen, denk je dat het hetzelfde zou zijn geëindigd? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar zou je verliezen dan? Dani is wel ready voor een rematch nu. Dat ik, wel. Ik zou sowieso nooit, ik hou niet zo van een rematch, omdat ik denk... hij wil het gelijk nu al blokken. Sowieso, maar niet vanwege hem, maar dat geldt ook voor mij. Want dit was 7 jaar geleden, 2010. Ja. Dus ik hoop dat ik ook niet dezelfde dude ben als 7 jaar geleden. Je bent ook 7 jaar verder. Nee, ik hoop het wel, maar hij was toen... volgens mij 15, 16. Maar hij is gewoon het voorbeeld. We hebben het net over Frans gehad. En zo. Hij heeft precies het tegenovergestelde van Frans. Weet je. Hij is zo erg gegroeid. Maar ook omdat hij hongerig is. Hij vindt dit... Hij is hij heeft passion. Ja. Hij vindt dit echt... Hij wil ook niet doorgaan als hij op hetzelfde niveau blijft. En dat is het hele ding. Ik ben heel benieuwd naar bars die jullie zijn bijgebleven uit deze battle. Laten we bij Kimmo beginnen. Nou, deze begon afgevallen, maar nog steeds een soort van dik. Of hij ging toch die invalshoek kiezen. En hij had een bar van, je was zo fucking dik, je at zelfs de lucht uit het zakje chips. Ja. Vergeleken met een PC. Hij zei, want altijd accepteer je cookies. Ja, ja, ja. Daarna kwam deze helaas weer met een choke in de tweede ronde. Hij zegt ook iets, maar dat ging ook over de hoofden van heel veel mensen heen. Dat gevoel, iets van kogel door de kerk. Net als, hoe heet die guy, Dylan nog wat bij de Johnson shooting. Ja. En ja, die dat ging ook iedereen mee. Dan moet je het ook. Ik vond het echt over mensen heen gaan. Goed, heb ik dat meestal niet. Meestal zeggen MC's dat, maar Bart gaan over mensen de hoofd heen. En ik denk van, nee bro. Nee. Ik wacht er net niet, maar deze begreep ik wel. En ik zag weinig crowd reaction.
Steek in een mes in zijn rug alsof hij close met mij is. Open-minded, alsof hij close met mij is. Die kwam ook heel lekker. Ja, die moet je kan spitten. Dus dat is gewoon jammer. Ik heb jumbles en chokes. Hij had bij mij meestal niet een cijfer. Wat ik gewoon zie dat hij zou kunnen halen. Dat hij zou moeten kunnen halen. Dan ben ik eigenlijk heel benieuwd, El Diep, of jij nog zeg maar, jouw beste bar die jij hebt opgeschreven van Dani. Ik was een paar ik weet niet letterlijk die bal, maar die cruise control met zijn cruise haar. Die was heel dope. Ik denk wat er uitsprong is al gezegd, maar het blijft het doopste dat die hele scheme, dat die eindigt, ik weet het ook, want je bent je eigen lines vergeten. Ja. Dat wel eigenlijk de hoogtepunt was qua Dani, zeg maar, qua die hele scheme, man. Want dat klopt gewoon echt bij deze wel. Excellent. Laten we gelijk overgaan naar de orde van de dag. Ja, de cijfers, toch? Ja, jammer van de jokes deze. Hij was wel echt dope met wat hij had helaas, maar deze is 7 dan. Deze is 7 en Dani 8.5 man. Dani kwam stompend. Hij kwam guns blazing gewoon. Dani was boos. Dani was boos, vriend. Ja, 8.5. Kimo, jouw cijfers voor deze week. Ik vond een lijn van deze ook dood dat hij zei de enige strepen die hij hebt verdiend zijn die op je buik. Die kwam ook wel aan. Daarom gebruikt hij zelf nog aan. Ik heb meer streams dan Spotify. Aan de andere kant heeft hij ook die strepen verdiend. Want het is wel een ding om 70 kilo af te vallen. Dat is naar dedication. Ja. De helft van die 70 kilo zijn hier bij papa. Dat is inspirerend. Young man, je weet wat. En hoe vertaal je dat in cijfers? Ik geef van deze een 7. Met een invulde vermelding voor Vitaal. Al beoordeelde die niet. Maar het was nice dat hij zag. Hey, oké, dus jij wil met Mattie jumpen? Nee, maar ik heb het gevoel dat deze zeg maar chokte en dat hij toen zei, hey Vitaal, freestyle. Ik denk, misschien zag Vitaal hem een soort van stambelen. Ja. Ik heb maar het Vitaal dat kwam het een soort van een reddingstest was. Dat zou kunnen, maar volgens mij riep hij me niet per se bij mij. Hij zei van, zag ik freestyle? En hij zei, ja, is cool. En toen jumpte hij weer. Nee. Dat was volgens mij wel echt een reddingstestje. Yo, freestyle wat tegen... Volgens mij was hij aan het choken en toen zei hij Vitaal. Dat is in ieder geval een goede manier dan om met je choke om te gaan op het moment dat je gejumpt wordt door twee guys. Dat vond ik nice. Dus een 7 voor deze en Dani geef je een... Dani was goed voorbereid man. Hij krijgt van mij echt gewoon een goed cijfer en dat is een mooie ronde 8. Het is, ik weet het wel lang bezig zijn met deze judgment, maar ik had nog zeker 10 bars van hem opgeschreven. Maar die hou ik jullie te goed. Of je check die battle toch gewoon terug en dan zie je gewoon nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar die man, hij is dope man. Hij is goed bezig. Hij is aan het studeren, hij is bezig met zijn muziek, hij is bezig met afval, hij is bezig met zijn game up step. Dus hij krijgt een mooie ronde 8 van Ome Kima. En dan steppen we gelijk door naar de cijfers van Abby. Ik heb Taser een 7. En Dani ga ik over jullie allemaal heen. En dat ben ik 100% sta ik daarachter. Ik geef deze man een 9,5. Omdat hij alles, hij is voor mij de uitschieter van vandaag, want hij had alles. Kan man, kan ik mee vinden. 9,5 voor Dani van Ali. Rijmt dat? Nee. Eldiep, jouw deze gematigde dan mijn Amsterdamse vriend Kimo, deze is toch een 6, omdat ik weet dat hij veel beter kan. En juist omdat ik hem dope vind, dus ik hoop dat dit hem juist motiveert, zeg maar. Ja. Maar hij is heel dope. Dani een 8,5. Boven zichzelf uitgestegen wil ik niet zeggen, want als hij dit, ik weet zeker dat hij dit kan vasthouden en als hij dit vasthoudt is het een league favorite gewoon vanaf nu, zeker weten. Oké, duidelijk. Ik heb al de cijfers, ik ga even checken hoe dit zich als een gemiddelde uit en daar hoor ik het zo van. Ik heb de cijfers voor jullie. Taser is namelijk geëindigd op een 6.7. Dani heeft gemiddeld een 8.6. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die beslissen wie deze battle uiteindelijk wint. Ook jij mag stemmen. Dat kan via punchoutbattles.nl. Daar zie je ook uiteindelijk wie deze battle heeft gewonnen. Het enige wat ik nog moet doen is mijn lieftallige juryleden bedanken. Dat zijn Adi Montenegro, dat is hier, LD, Excellent en Kimo. Bedankt jullie zelf voor het kijken. Bedankt mij als demo voor de host. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Bye.